Alleen kijk, zo niet. Ik mag een vraag weer met de prinsarchitect. Vooral ben ik een keer gebleven en we zijn nog bezig met gigantische kleine cellen. Dus ja, daar gaan we even mee wachten totdat het allemaal klaar is. We zijn dus al best wel ver. En ik zit er dus te denken om vandaag in ieder geval dit gebied af te maken. En wanneer ik dat klaar heb, dan misschien alvast met dit gebied te gaan beginnen. Maar dat moet natuurlijk ook. En daarna wil ik. Waarschijnlijk is dat de volgende aflevering dan nog ergens anders een eigen keuken en kantine maken. Zodat ze niet allemaal daarin hoeven. Ik denk dat ik het hier in het zuiden ga maken, omdat dat natuurlijk ook wel handig is. Misschien een beetje hier of zo. Moet ik eventjes kijken. Waarschijnlijk gewoon hier. Want dan kan ik deze natuurlijk ook nog een beetje gaan uitbreiden. Of ik kan het ook wel hier gaan doen. Dan ga ik wel even met blauwdruk een beetje laten zien hoe ik dat bedoel. Dus dan komt er hier. Komt er een gang. Zoiets. Dat dan dus dit openmaakt. En dan zo. Dus dat zal betekenen, dit is 7x5. Oké. Dus als ik dan hier nog een... is dat handig om te doen? Nog hier even een cellenblokje erbij te maken? Dat zou kunnen. Nee, dat doe ik niet. Dan maak ik de kantine, maak ik dan gewoon hier bij deze veilige beëindiging. Dan komt hier dan natuurlijk ook nog een gangetje naartoe. En dan kunnen hier natuurlijk wel gewoon van die cellenblokken weer komen. Dus dat zal betekenen dat er dan... Nou, hier komt dan sowieso nog een extra deur. Mocht het nodig zijn. Dan heb je echt zoiets van dit. Dat is 7x5. En dan 3. 7x5. En dan gewoon deze extensie zo aan. Hier dus. Ik teken gewoon een klein beetje. Gewoon zoals in de perspectief. Oh. En dan maak ik het dan gewoon. Zover. En dan komt er dan hier weer zo'n. Gebied met die vensters. En dan kan ik het natuurlijk hier nog een keer uitbreiden, maar dat is wel logisch. Dus dan hebben we in ieder geval deze ruimte om het een beetje te gebruiken. Dus dat zal betekenen dat we ook nog een keer 90.000 zouden moeten krijgen. Of we dat moeten doen, geen idee. Waarschijnlijk gewoon sparen, dat is wel verstandig. Dus dit wil ik in ieder geval als kantine maken. En dan komt hier ten zuiden nog wel een keer van een keuken. Dat lijkt me in ieder geval handig als we deze voor alleen de minimum beveiligd gevangenen te maken. En dan gewoon hier voor de medium en de maximale. Dus even zien, dan ga ik hier dus ook nog een deurtje maken. En dan hier ook. Met de cellen en dan hier natuurlijk ook nog een deur. Met het gras en zo, en waar natuurlijk de patrouilles lopen. Een beetje zoals hier. Nou, dat is wel een beetje duidelijk, denk ik. We hebben in ieder geval weer, zo te zien, heel wat inkomen in de tijd dat we dat even allemaal hebben gedaan. Dus dat is echt helemaal top. Dus dat betekent dat ik deze gewoon ga kopiëren, zo ver mogelijk. Zoiets. Dus laten we daar maar gewoon eventjes mee verder gaan. En dan moet hier dan natuurlijk ook nog even een beetje komen. Dat we daar natuurlijk geen gang tussendoor willen hebben. Maar.
Oké, dan moet dus even overnieuw. Zo dus. Zo, we zijn opeens allemaal weer door het geld heen. Bijna. Nee, dat maakt op zich niet veel uit. Dan hoeven we eigenlijk alleen nog maar aan de bovenkant en de zuidenkant ook nog een beetje te doen. Oké. En opeens flikkert de stroom eruit. Ziet er eruit dat hij dat gebied niet aan kan. Dus dan ontmantelen we die gewoon eventjes. Installeer voorziening ontmantelen in de luchtplaats. Ja, nee. Dus dat zal betekenen dat we hier nog een extra stroomcentrale, krachtcentrale zouden moeten maken. Dat maakt het natuurlijk niet uit, want dan kunnen we hem hier namelijk ook nog een beetje op aangesluiten. Zodat we dit gebied dan echt gewoon alleen voor deze krachtcentrale. Zo te zien wil dat echt niet werken. En dan zouden we die krachtcentrale natuurlijk hier kunnen zetten. Laten we dat gewoon alvast even doen. Zou wel betekenen dat ik meer geld nodig heb. Maar dat komt wel. Het water blijft nog wel stromen. Dat is nog wel een beetje positief. En dan kunnen we in de tussentijd gewoon nog even een beetje sparen voor de condensators, want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Mocht dat niet zo zijn, dan ja, dan, daar hebben we niks aan. Ik denk dat hier de voorziening ook wat moest worden. Maar oh, dan kunnen ze er natuurlijk niet meer door. Nou, kom. Open deur. Open deur. Open deur. Hey. Okay, daar nog eventjes. Oké, dat zal dus moeten betekenen dat we deze wel weer kunnen inschakelen. Lekker bezig. Hoppakee, hebben we daar in ieder geval ook het geld weer voor gekregen. Dan zou je in ieder geval ook die problemen met die deuren moeten regelen. Mister Tunnel, dat wil ik niet. Hier een tunnel.
Nou. Deze die hebben dus hoge prioriteit. Onvoldoende geld. Rip. Kom maar eens op de geld. Ik heb het eigenlijk niet kunnen zien. Oh, waarschijnlijk door de hoeveelheid gevangenen. Waarom? Geen idee. Ik zeg maar zo, don't mind if I do. Nee, niet daar. Wat voor nut heeft dat daar dan om een waterleiding neer te zetten? Nou, dan kunnen we in ieder geval, of dan kunnen we in ieder geval zeggen dat we deze aflevering in ieder geval dit alvast af willen hebben. Dan hoef ik alleen nog maar één celletje. Dus dan pakken we deze er gewoon even bij. Oké. Hoge prioriteit, kom op. Ook aan, mooi. Hey. Wauw, ja, dat is een beetje niet over nagedacht. Echt, daar hebben we weer heel wat lijken, hè? Nagaan. Ik zat even na te denken om misschien hier een personeelsdeur neer te zetten. Maar dat maakt het veel te makkelijk om daar naartoe te gaan. Natuurlijk nog niet helemaal, want je mag er natuurlijk niet komen. Maar ja. Nee, laten we dat niet doen. Alleen personeel. Als het zo doorgaat, dan kunnen we binnen 13 uur kunnen we dit gebied ook alvast eventjes erbij kunnen kopen. Dat kan. Maar ja, best wel veel cellen opeens. 603 al. Dus iedere gevangene die zo binnenkort is. Op dit moment.
bijna allemaal een cel kunnen krijgen. Ik vind het wel positief. Natuurlijk hebben we er ook nog 171 lijken tussen liggen, dus in principe iedereen heeft een cel. Op het moment. Wanneer ik weer de 750 heb en er zijn geen lijken, dan is er nog een verhaal. Maar ja, tot die tijd zijn er alweer andere dingen. Nou, ik ga nu in ieder geval vast dit denk ik aanleggen, want dat ook waarschijnlijk op deze aflevering ga doen. Zal ik er maar alvast mee gaan beginnen. En dan zet ik hier wel even personeelsteun ergens, zodat ze in ieder geval een ingang hebben. Dat ze niet helemaal gaan zeggen van, oh, er is geen ingang. Ik wil volgens even zien, hoeveel, of hoe groot is onze money hoeveelheid? Dat is al behoorlijk wat, maar ik zeg nog steeds, aan dit hoeveelheid geld, daar ben je zo doorheen. Altijd zo. Hoppakee. Zo. Ook geen morgen. Oké, okay. In principe, als we deze 6 uur nog geen nieuwe gevangenen binnenkrijgen, dan is het mogelijk dat we die uitbreiding in ieder geval klaar hebben. 4 uurtjes nog wachten. Ik zal er even over na te denken om Jure ook alvast houden aan te leggen, maar daar wacht ik nog maar even mee vanwege het hoeveelheid geld dat het nog een beetje gaat kosten. Die kan nog wel wat aan. Oké. Okay. Dat is in ieder geval ook geregeld. Want als ik hem op een van deze twee neerzet, dan dat niet goed is. Oh ja, wat ik de aflevering of twee geleden ook al zei, is dat ik ook wel ergens anders een waterpomp neer wil zetten. En dat komt omdat deze twee nog wel eens kapot willen gaan. Dat heeft vooral te maken met deze, denk ik. Oké, okay, dus ik krijg ik ook weer een enorm hoeveelheid geld binnen, wat ik gelijk weer ga gebruiken. Kijk dan, we hebben gewoon 633 gevangenen en 633 cellen. Top. Oké, okay, dit is een aardig gigantische kantine. Maar dan heb je wel veel ruimte. En dan wil ik nog een keuken hebben. Laten we gewoon een beetje overdrijven. 22. En voor op een moment wil ik dan ook dan hier nog weer zo'n automatische deur en allemaal hekken en alles. Tot daar. En dat geldt ook hierboven.
Dat daar. Nou, dan kan ik niet allemaal zeggen dat we al heel wat hebben. We hebben dit gebied in ieder geval nog om uit te breiden. Is ook helemaal top. Hey. Kijk, nee, dat wordt mij te duur af. Ik in ieder geval ook alvast deze patrouille hier eventjes weghalen. Zodat ze in ieder geval wel, oh god, rellen. Oké, maar ik ga nu in ieder geval deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat ik vond een gevraagd op mijn kanaal en de volgende keer. Dan gaan we waarschijnlijk beginnen met deze nieuwe gevangenisgebied. Waarbij we dus ook een hele gigantische kantine en keuken krijgen. En natuurlijk kunnen we deze dan de volgende aflevering ook nog eventjes afmaken. Maar in ieder geval later.